Soms dan sta je ineens in de basis, einde van het seizoen. Ja, dat hoorde ik een paar minuten voor de start van de wedstrijd toen Jeff uitviel. Ja, wat was er aan de hand? Nou ja, ik werd geroepen dat ik me klaar moest maken. Volgens mij raakte Jeff geblesseerd. Dan kom je erin en dan, hoe voelt dat dan? Nou, je moet natuurlijk altijd voorbereid zijn op het geval dat je moet starten. Alleen op het moment dat je het hoort moet je wel verschakelen. Maar... Ja, je hebt het eigenlijk het hele seizoen bijna niet in de basis gestaan. En, nou, als ik het zo zag, voelde je je best wel vrij gewoon op het veld. Alsof je gewoon thuis was op de plek. Ja, nou ja, kijk, het was wel duidelijk dat ik wedstrijdritme miste. Omdat ik er in de 88e minuut met kramp uit moest. Daar baal ik wel van. Maar ik denk dat ik het wel prima heb gedaan. Kijk, we hebben 3-0 gewonnen. Fantastische dag. Ik zag dat Willem of dat M had gewonnen. Maar het stond natuurlijk niet alleen in het teken van ons elf op het veld. Maar we hebben vandaag afscheid genomen van een paar spelers. Van de algemeen directeur. Dus het was een mooie dag. Wat vond je het mooiste moment van de wedstrijd? Het mooiste moment van de wedstrijd? Ik denk de 2-0. Want dan ga je toch wat lekkerder voetballen. Wat ook mooi was, is dat je steeds die ping hoorde. Dat je de tussenstanden kon zien. En dan hoorde je de supporters juichen. Ja, dan geef je ook een boost. Ik zag jou eigenlijk als een soort spelverdeler op het middenveld. Lijkt wel of de ploeg iets makkelijker voetbal met jou op het middenveld. Nou, dat valt ik op als een compliment. Kijk, Fortuna speelde in een ruit, 4-4-2, waardoor de backs van ons vrij kwamen in principe. Dus het was belangrijk dat we snel van kant wisselden om onze backs in stelling te brengen. Ik denk dat we dat in het begin niet heel goed hebben gedaan, maar we werden steeds gevaarlijker via de zijkanten en dat was belangrijk. Deze basisplaats smaakt naar meer? Smaakt naar veel meer. Volgend seizoen, weet je al wat je wil? Nou, het is duidelijk dat ik wil spelen voor het seizoen. Kijk, ik wil niet nog zo'n jaar. Dat is niet goed voor mijn ontwikkeling, denk ik. Ik denk dat iedereen daar binnen de club ook wel over eens is. Alleen zal je moeten gaan kijken of het mogelijk is om hier te gaan spelen. En ik speel hier ook het liefst, bij FC Groningen natuurlijk. Alleen op het moment dat het niet zo gaat lijken, of dat die kans wat kleiner wordt, ja, dan zal je ook realistisch moeten zijn en gaan kijken, wat zijn de opties. Als hem veilig is, zie ik je daar wel een jaartje heen. Nou ja, als ik hier niet aan spelen toekom. Kijk, het is natuurlijk gewoon belangrijk dat ik moet spelen. Ja, en Emmen zou natuurlijk dan wel een mooie club zijn.